Het ministerie van Economische Zaken organiseerde op 24 mei een workshop over waardeketenontwikkeling, geleid door Alex Boyd van Solidaridad. De workshop, onderdeel van het searchprogramma, stimuleert ondernemerschap en ondersteunt Surinaamse MKMO's, MKMO's met toegang tot Wereldbankgrens. Directeur Karishma Matura zei dat de kennis uit de workshop ondernemers helpt meer winst te maken en de import-exportbalans te verbeteren. De Energieautoriteit Suriname, EAS, neemt voor het derde jaar deel aan de Suriname Energy Oil en Gas Summit 2024. Deze summit biedt een platform voor lokale bedrijven om economische kansen te benutten en kennis uit te wisselen in de energiesector. EAS onderstreept hun regelgevende rol en stimuleert lokale bedrijven en studenten om deel te nemen. EAS richt zich op het verbeteren.